Laten we gevecht was tussen Bouwman en Richters. Wat gaan we zien? We zien Bouwman aan de binnenkant en Richters aan de buitenkant. Maar Taartje Geurts in het midden. En wie kan dan toch als snelst vertrokken zijn? Vanaf lijn 8 komt ze gewoon als snelst naar voren hier richting de eerste bocht. FCC Oslo is er daar 515. Handjes op elkaar voor die dame Kim Richters. Zij gaat hier aan de leiding en kreeg met zich mee Aniek Bouwman op de 2. En Taartje Geurts rijdt ook richting het podium daar op positie nummer 3. En kan Bouwman nog naar voren komen? Kan zij nog die dame daar van FCC Os lastig gaan maken? Of blijft ze toch gewoon de 5-15 van Kim Richters daar op positie nummer 1? Daar lijkt het wel op hoor. Bouwman dus keurig op 2. En dan komt Tatum Geurts nog hoor met een eindsprint. En gaat zij dan nog die plek nummer 2 overnemen? Ja, daar lijkt het wel op hoor. Eens even kijken welke dame nog de beste inhoud heeft. Nee hoor, het lijkt toch de FIFA Crosser te zijn van Aniek Bouwman voor Tatum Geurts. Gaan wij verder met Rip.